Goedemiddag. Ik zag een boze meneer op het journaal en een ontstemde mevrouw. Beiden hadden geluisterd naar de staatssecretaris. die kwam uitleggen waarom er een opvang voor mensen op drift in hun gemeente in hun hotel kwam. De mevrouw vond dat ze met de hele avond niks was opgeschoten, want Van de Burg had geen enkele toezegging gedaan. Behalve op cynische toon: Ik geloof dat we een lantaarnpaal krijgen, want dan is het minder onveilig. De meneer zei dat, wat hem betreft, de hele democratie weg is. Wat natuurlijk een opvallende visie op democratie geeft: namelijk ze moeten doen wat ik wil, wat wij willen, anders vind ik het niks. Zelf denk ik dat democratie doet wat de meerderheid wil, maar de minderheid daar zoveel mogelijk in mee moet nemen, bij moet betrekken. Populisme doet het anders. Populistische politici zeggen namelijk heel vaak precies wat jij als burger, als boze burger wilt horen. Maar dat is het enige probleem, dat het over het algemeen weinig tot niets met de realiteit van doen heeft, wat volgens mij de bodem nogal onder de genoemde oplossingen en visies wegslaat. Als er geen stikstofprobleem is, kunnen boeren lekker doorboeren. Als er geen door de mens veroorzaakte klimaatcrisis is, kunnen we allemaal lekker door consumeren, vliegen en vlees eten. En als je asielstop als oplossing poneert, terwijl je weet dat het tegen internationale verdragen en een basis van menselijkheid en solidariteit ingaat, dan kun je precies dat zeggen wat mensen in Te en in de regio Ter Apel willen horen. Er is denk ik maar één politicus die zou mogen zeggen, ik ben voor humane opvang in ons land en ik ben voor een asielstop. En dat is Wopke, maar die leidt, zoals we sinds een paar dagen, weten, niet alleen aan de onbetrouwbaarheid die we al decennia van CDA-politici kennen, maar ook aan het syndroom van Hoekstra, een aandoening waarbij je twee volstrekt tegengestelde meningen kunt hebben en je baantje behoudt. Iedereen die zich verder in de crisis heeft verdiept, dan een paar telegraafkoppen, weet dat er geen immense toestroom van asielzoekers is. Weet dat de aantallen die wel komen door dit land gewoon opgevangen zouden kunnen worden. En weet dat de problemen zijn ontstaan. Omdat uit bezuinigingsoogpunt heel veel opvangplekken er gewoon niet meer zijn. Plus, het COA heeft zoals alles in iedereen in ons land personeelsgebrek. Veel jonge mensen met een passende opleiding worden liever influencer, TikTokker of flitsbezorger. Dan dat ze voor een ambtelijke organisatie gaan werken, denk ik. En als je al asielstop als mening en hoofdletters geeft, moet je ook eerlijk genoeg zijn te zeggen dat je dus oké okay vindt dat Turkije een miljoen Syriërs terugstuurt naar de dictator die ze bombardeerde. Dat je het oké okay vindt dat Libië opsluit en martelt en verkracht. Dat je het oké okay vindt dat Marokko en Spanje samen mensen terugjagen en doden. Ik dacht aan de boze meneer en de ontstemde mevrouw, maar schreef daarna over mensen op drift. De regen bleef al drie jaar uit. Ik werd een jager zonder buit. Wie vlucht laat alles achter. Waar akker was is nu woestijn, daar kan geen mens in leven zijn. Mijn zoontje huilt, steeds zachter. Achter ons lijkt alles stuk, we zoeken niet naar het geluk, ons doel is overleven. En dat mijn kind weer slaapt vannacht en dat mijn vrouw als toen weer lacht en daarvoor alles geven. Veilig zijn is meer dan een gevoel en in Terapel sliep ik op een stoel. Noem het wanhoop, noem het kracht, we vertrokken in de nacht, dit was mijn plek op aarde. Er is geen God die mij nog ziet, een sterke man zijn kan ik niet, weerloos ben ik, zonder waarde. De ochtend koud, de stad te groot, het leven hier vlak bij de dood, een man wijst ons de boten. Hij ziet mijn vrouw en kijkt, te lang, zij is voor niets en niemand bang. Ik luister, zijn dat schoten? Veilig is een plek die nergens was en in Ter Apel sliep ik in het gras. Een schip door niemand echt bestuurd en niemand weet hoe lang het duurt, ik kan alleen in verre verte turen. Een fluister, Libië, de hel. De zee is groot, dat wist je wel. Ik denk vaak aan mijn buren. De kust, de golven en het strand. Mijn mond is zout, mijn lijf verbrand. De nacht gevuld met stemmen. Europa heeft een Januskop. Ze spuugt je uit of vangt je op. De trein brengt ons naar Emmen. Veilig is een blik, een woord, een hand. En in Ter Apel droom ik van mijn land. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.